Wederom iets unieks bij AMS Autobedrijf. Namelijk deze fantastische XL1. Een hybride dieselauto die uniek is in zijn soort. Deze unieke auto beschikt dus over de vleugeldeuren. Heel de carrosserie is gebouwd vanuit koolstofvezel om het gewicht zo laag mogelijk te houden. Deze super aerodynamische auto beschikt ook niet over buitenspiegels. En dit is opgelost door cameraatjes die naar achter wijzen, zodat u toch kunt zien wat er om u heen gebeurt. Zoals u misschien heeft gezien is deze auto druppelvormig. En dat zorgt ervoor dat de rijweerstand minimaal is. Hier kun je goed zien dat de auto druppelvormig is. De achterkant is een beduidend stuk smaller dan de voorkant. Zelfs de lak is gewichtsbesparend. Daarnaast staat de auto op magnesiumwielen die ervoor zorgen dat ook de gewichtsbesparing weer tot stand is gekomen. Ook hele smalle bandjes om de auto om de rij- en rolweerstanden tot nihil terug te brengen. En zoals gezegd geen buitenspiegels, maar camera's. En zijn de achterwielen afgedekt om ook weer de luchtweerstand terug te dringen. Deze kleine tweecilinder dieselmotor is de generator voor de hybride auto. Naast dat deze over elektriciteit beschikt, heeft hij toch een aandrijving om het actieradius toch wat te verlengen.